Ja, daar is weer massa positief van. Nog even een sportnieuws. Wat betreft voetbalnieuws. Hij heeft natuurlijk ook eerder bij PSV gespeeld. En Marco van Ginkel speelt in de tweede seizoenhelft wederom voor PSV. Nou, dat is goed bevallen natuurlijk vorig jaar dat hij bij PSV speelde. Een welkom aanvulling op het middenveld. Ondanks zijn leeftijd heeft hij toch de nodige ervaring. Chelsea verhuurt de 24-jarige middenvelder net als vorig jaar aan de Eindhovenaren. Hij is natuurlijk wel een beetje blessuregevoelig, maar het is toch wel een goede voetballer. Trainer Philippe Cocu is in zijn nopjes met de komst van Van Ginkel. Hij heeft de vorig jaar zijn kwaliteiten al laten zien. Ik ben zeer tevreden met Marco als versterking voor de selectie. Van Ginkel kreeg afgelopen zomer last van een oude knieblessure en onderging in augustus een operatie. Hij maakte in november zijn rentrée in Londen. Ik ben weer toe aan topvoetbal en ben blij dat PSV me die kans geeft, aldus Van Ginkel. Ik heb hier vorig seizoen een mooie tijd gehad en hoop dat we dat nu kunnen evenaren. Dus Marco van Ginkel speelde eerst bij Vitesse, daarna naar Chelsea. Zijn droomtransfer tot nu toe niet echt. Heeft hij zijn kwaliteiten kunnen zien door diverse blessures. En dat is eigenlijk maar doorgegaan met zijn blessures. Maar ondanks dat ziet PSV genoeg mogelijkheden. En zeker in de kwaliteit van Marco van Ginkel. Dat is natuurlijk nogmaals een goede, goede aanwinst voor PSV. Al is het van korte duur, want hij wordt, zoals gezegd, weer gehuurd. Maar zo positief ook. Tot de volgende keer.